Ik ben Halima Ahmad. Ik werk als jongerenbegeleider in COCA. Dat is een koninklijk orthopedagogisch centrum van Antwerpen. En ik werk daar met jongeren met autisme van 12 tot 21 jaar. Ik heb hier de opleiding orthopedagogie gevolgd met als afstudeerrichting toegepaste jeugdcriminologie. Mijn taken als jongerenbegeleidster gaan van de dagdagelijkse dingen, zoals samen de was doen, strijken, eventjes tv kijken. Maar dat kan ook gaan naar samen een hobby zoeken voor in hun vrije tijd. We proberen in COCA de jongeren structuur aan te bieden, die ze later terug mee naar huis kunnen nemen en terug deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Wat mij het meest is bijgebleven in KDG zijn de praktijkvakken. Ik zag er meestal niet direct naar uit, maar uiteindelijk zijn dat wel de leukste vakken geweest die ik hier heb kunnen doen. Dat waren bijvoorbeeld gesprekstechnieken, dat spreken voor de camera, dat was niet altijd het leukste vak om naartoe te gaan, maar als je uit die les kwam, dan had je wel heel veel geleerd en veel gelachen ook, meestal. Mijn droom was altijd om iets met jongeren te doen en ik denk dat ik mijn droomjob wel heb gevonden.